Deze week vindt er een grote rampenoefening plaats in Friesland. Zo'n 15 organisaties doen mee aan de oefening, waarbij overlast door hoogwater centraal staat. Welke instanties doen allemaal mee aan deze oefening? Nou, de belangrijkste partners zijn het Wetterschip en Rijkswaterstaat. En de veiligheidsregio die heeft natuurlijk de hele zaak gecoördineerd. Maar daarnaast zijn er ook nog de voor de hand liggende partners, zoals de politie, de brandweer, de GOR, de geneeskundige hulporganisatie in de regio, en de gemeente. En dat is nog aangevuld weer met partners zoals Alliander en Enexis en Defensie, om zeg maar het verhaal compleet te maken. En daarbij is ook nog het Rode Kruis aangehaakt en die gaat op donderdag en op vrijdag ook nog een rol spelen bij de opvang. Het scenario is dat er langdurige regenval in Friesland is. Daarbij ook nog een noordwestenstorm in combinatie met de springtij, waardoor de Waddenzee heel hoog staat. Door de grote regenval in met name Duitsland is ook het IJsselmeer redelijk vol geregend. Dus ook daar aan die kant valt het tegen om het water kwijt te raken. En dan valt ook nog dat overmaat van ramp, valt een van de twee gemalen uit. En dan heb je de pop aan het dansen in Friesland. Met andere woorden, Friesland loopt onder. Friesland dreigt onder te lopen. Dan moet er wat gedaan worden. In één keer al die instanties moeten gaan samenwerken. Hoe hebben jullie dat gecoördineerd? Nou, we zijn ongeveer een jaar geleden begonnen met te vragen welke instanties zin hadden om mee te doen aan de oefening. Uiteindelijk zijn er dus 15 instanties geweest die hebben gezegd: dit vinden we zo belangrijk, hier willen we bij aanhaken. En toen gedurende het jaar zijn we langzamerhand van grof naar fijn gegaan met het ontwikkelen van de oefening. Wat vindt deze week allemaal plaats? Deze week hebben we eigenlijk een rode draad door de oefening heen lopen. Dat zijn een aantal crisisteam oefeningen, zoals wij dat noemen. Dat zijn dus de overleggen die bij de verschillende instanties plaatsvinden. Zoals vandaag een oefening bij het Wetterschip, hier bij Christelijk. Die zijn bezig om een waterbeeld te maken. En met dat waterbeeld gaat morgen een regionaal operationeel team aan de slag in Sneek, op een alternatieve locatie. In een commandopost van Defensie. Heeft ook weer met het scenario te maken. En dan aankomende donderdag is dan het gemeentelijk beleidsteam in Joure en het team bevolkingszorg in Sneek. En dat eindigt dan uiteindelijk vrijdag eindigt dat met een commandoplaatsincident in het dorpje Parga, waar we daadwerkelijk ook een evacuatie gaan uitvoeren. En dan is het fijn als iedereen weet wat hem te doen staat. Ja, en daarvoor zijn we nu bezig om gewoon met z'n allen na te denken van kunnen we dat? Kunnen we met elkaar samenwerken? En je kan elkaar beter nu leren kennen dan dat je dat dan nog moet doen.